Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit onze studio in Leiden. Mijn naam is Paul van Diemen en ik ga praten met Ron de Groei. We gaan het hebben over de toekomst van architectuur. Ron, welkom. Goedemorgen. Ja, voordat wij gaan praten, want we kunnen over de toekomst gaan praten, maar dan moet je wel een toekomst hebben. En je zit hier nu glanzend bij en heel gezond ook, maar dat is iets gebeurd in je leven waardoor het even helemaal leek mis te gaan. Ja, ik heb op de kop af 2 jaar geleden een hartstilstand gehad. En tot mijn grote schrik wist ik natuurlijk op dat moment helemaal niet wat me overkwam. Ik heb er ook totaal geen herinnering van. Achteraf verdiep je erin en blijkt dat de kans dat je zoiets overleeft maar heel erg klein is. Echt letterlijk een hartstilstand. Dus je bent dan, tenminste in medische termen gesproken, als ik het goed begrijp, ben je ook echt even dood, letterlijk. Wat er feitelijk gebeurt is, officieel heet het een circulatiestilstand, maar in de volksmond noem je het hartstilstand. Je bloedsomloop komt stil te staan, omdat je hart niet meer kan pompen. Dan vallen al je organen uit en vervolgens stopt ook je hart ermee. En dan ben je dood. En dan moet je maar het geluk hebben, en dat is natuurlijk fantastisch dat ik dat had, dat de mensen in de buurt zijn die weten wat ze dan moeten doen. En waar is het gebeurd? Op het voetbalveld in Delft. Dus dat was een redelijke shock. Maar ik ben, een aardige shock. De shocks kwamen daarna. Ik ben met een AED gereanimeerd. Mijn hart begon wel weer te kloppen, maar ik kwam niet bij. Een aantal dagen in coma gelegen. En dan kom je na 3 dagen bij in een ziekenhuis met alleen maar de vraag, wat is er gebeurd? En die stel je dan vervolgens ook 100 keer, wat is er gebeurd? Ja. Dus het is wel een mooie dood, want je merkt helemaal niks van. Maar er is ook geen tunnel met licht of er was zelfs niet ergens een warme deur of zo waar vuur achter was. Ik heb helemaal niets van gemerkt. Dus dat is wel heel jammer. Ik heb geen godservaring opgedaan. Je wordt bijna nieuwsgierig van, goh, wat merk je dan mee? Maar helemaal niks. Het licht gaat uit. Niets was ook zo dat jij na 3 dagen ontwaakte uit het coma. En dat je dacht dat gewoon een splitter. Een paar seconden zijn voorbij gegaan. Je hebt geen enkele notie. Toevallig kon ik, mijn dochter en mijn echtgenote zaten aan het bed natuurlijk. Die herkende ik gelukkig meteen. Want dat is natuurlijk voor de mensen om je heen heel spannend. Heb je hersenschade, kom je überhaupt bij? Dat is ook nog maar de vraag. En achter hen hing een klok. En ik was wel al meteen zo helder van geest. Dat ik dacht van, het is op 5 april was de hartstilstand. Het was 8 april. En dat ik op die klok dacht, 8 april. Ik ben gewoon een paar dagen kwijt. En die zijn ook nooit meer teruggekomen. Dat is echt totaal uit je geheugen weggegaan. Ja, het bijzondere is ook de hele dag ervoor. Dus in de aanloop ernaartoe. Dus alle gesprekken die je hebt gevoerd. In dit geval was het een training voor het voetbal. Dolletjes maken met je spelers in de kleedkamer. Helemaal niets. Ik weet er helemaal niets van. Dus goed. Kijk, en daarna is het herstellen, revalideren enzovoort. En ik heb dan het probleem dat er een soort technisch mankement aan mijn hart is geconstateerd. En daarvoor heb ik nu een interne defibrillator. Die moet mij redden als het nog eens gebeurt. En dat heeft hij al een keer gedaan. Dus is het toch een keer gebeurd? Dus? Ja. En waar was dat? Er is wel een relatie tussen inspanning en kans op die problemen met het hart. Dus dit was bij sporten. Maar als ik zeg voetbal, dan zegt iedereen meteen stop nou met voetballen. maar het is gewoon sportgerelateerd, inspanningsgerelateerd. Het eerste wat iedereen ook in het ziekenhuis zegt, de cardioloog met name, doe 1 ding alsjeblieft niet. Stop niet met sporten. Dat is nog veel slechter voor je. Gelukkig maar voor jou ook natuurlijk. Maar het is zo begrijpelijk. Gelukkig voor mijn medespelers natuurlijk. Want zeker, maar sowieso voor je. Ja, dat weet ik niet. Is je niet nee, vrij goed niveau toch? Nee, dat valt best mee. Maar belangrijk is natuurlijk wel, als er zoiets ingrijpends in je leven gebeurt, dit heet niet voor niets voor de ommekeer, waar je hier nu terecht bent gekomen in Leiden. Dit is ook nog een ommekeer, lijkt mij, in je leven. Want dan ga je toch anders nadenken. Misschien wel anders in het leven staan. Wat is er met jou gebeurd? Nou, dat is natuurlijk wat er gebeurt. En in sommige gevallen zeggen mensen dan van, als je beschrijft wat er is gebeurd, dat is alleen maar goed. Maar ik denk dat mensen in hun leven, en dat geldt ook voor mij, dat je een soort sociaal-maatschappelijk verantwoord grijs gebied gaat opbouwen. Om maar bijvoorbeeld met jouw jas, als ik die jas heel lelijk vind, dan zou ik waarschijnlijk tegen je van, dat is een bijzondere jas, Paul. Terwijl ik eigenlijk denk dat ik het in dit geval een mooie jas, maar stel je vindt het een lelijk jas. Dus je bouwt zoiets op en dat grijze gebied verdwijnt eigenlijk. Je wordt heel erg zwart-wit. Het is heel moeilijk om niet volledig eerlijk en oprecht, en dat klinkt misschien raar, maar je snapt denk ik wat ik bedoel. Dat je gaat merken dat je heel anders omgaat met de tijd die je hebt.
de dingen die je nu doet, die ik nu in mijn leven doe, of met de mensen die ik nu in mijn leven doe, daar ben ik me heel erg van bewust. Dat ik dat doe omdat ik die mensen graag mag, of omdat het me interesseert of me fascineert. En alles wat daar ook maar een beetje buiten valt, dat komt in de categorie zonde van mijn leven. Ja. Nou ja, dus laten we simpel zeggen, gewoon eikels in je omgeving heb je er gewoon uitgegooid. Ja. Energie weg, ja. Trekkende gekken, en denk ik, daar hebben we geen zin meer in. Exact, ja. Exact. Ja, ben ik ontzettend blij dat je hier nog zit, zeg. Ja, ik wil dat er zelf niet over beginnen, maar nee, maar dat klopt. En ik ken gelukkig ook mensen die zeggen, joh, daar heb ik geen hartstilstand voor nodig. Zo sta ik al lang in het leven. Nou, prima, ik niet. Ik stond niet zo in het leven. Ik zocht toch altijd een soort balans tussen alle dingen. En nu is dat wat extremer, maar ik denk niet slechter. Dus, en je bent gewoon veel bewuster dat je leeft. Nou, dat is toch alleen maar hartstikke mooi. En dat heeft ook weerslag op je werkzame leven? Ja, absoluut. Kijk je anders tegen de architectuur aan? Ik kijk zeker anders tegen de architectuur. Nou, niet zozeer misschien architectuur aan zich, maar meer de manier waarop wij met elkaar bezig zijn om, laat ik het maar zeggen, de wereld vorm te geven. En dat zijn niet alleen architecten, dat zijn natuurlijk ook stedenbouwers, landschappers, ontwikkelaars, gemeenten. Nou ja, eigenlijk iedereen. Jij geeft de wereld ook vorm. En wat je op dit moment denk ik erg ziet, is die hele discussie van ja, hoe gaan we nou wel verantwoord om met de ruimte enzovoort. Ik denk dat het onderdeel is van iets veel groters. Ik denk dat het onderdeel is van een veel grotere beweging die zich op dit moment op de aarde ontwikkelt. Maar dat wij, of veel van ons, niet in staat zijn om onze rol daarin goed te kunnen identificeren. Dus architecten denken, ik moet dingen ontwerpen, ik moet tekenen, ik moet woningen maken, ontwikkelaars willen bouwen enzovoort. Maar als je denk ik in mijn optiek kijkt naar wat er aan de hand is, gaan we veel meer terug naar ons oer zijn, ons oermens. Hè? Nou, het is een superpopulair boek op het moment, volgens mij Sapiens. Zeker. Daar staat het al in over dat wij van oorsprong jagers, verzamelaars, wij verplaatsen ons. We hadden eigenlijk weinig bezit, behalve de tools die we echt nodig hadden om te kunnen overleven. En eigenlijk is het heel grappig dat als je kijkt wat er nu in de wereld gebeurt, dat we daar weer een beetje naar terug aan het gaan zijn. Wie wilde nog een fiets bezitten of een auto bezitten of in dit geval zelfs een kantoor bezitten. Je hebt je tools bij je. Nou, de meest extreme vorm is dat dan je smartphone in dit geval. Maar dat betekent in jouw geval van architectuur dus. Wie wil misschien nog, als je over het landschap nadenkt, hoe het landschap erin zit. Wie wil nog een woning? Je zei al kantoor, maar wie wil er ook een woning nog bezitten? Dat levert een hele andere manier van denken op. Ja, alleen dat hoor ik nog niet zo heel vaak. Maar het lijkt mij alleen maar logisch dat we straks ook die kant op gaan. En als ik voor mezelf spreek, waarom niet? Als ik ergens die plek kan vinden die op dat moment van mijn leven voldoet voor waar ik behoefte aan heb. Hè? Net als kom ik weer bij die homo sapiens, die nomaden. Waar heb ik nu behoefte aan? Dat is op een andere plek. En dan kan ik daar gewoon naartoe gaan. Ja, dan vind ik het prima om een aantal jaren van mijn leven in Rotterdam te wonen. En straks misschien een aantal jaar van mijn leven in Leiden. Om maar een plek te Ja, weet je het echt zeker? Dat zeg jij als Rotterdammer. Ik bedoel, dat zit nou net zo. Ik snap wat je bedoelt, je theorie. Maar op jezelf leidt die me dan niet van toepassing. Want Rotterdammers zeggen meestal, ik ben zo gehecht aan mijn stad. Ik wil weer terugkomen. Ik wil daar gewoon niet vandaan. Ja, maar dat hechten aan een stad, dat heeft denk ik ook wel weer te maken. Daar kom je eigenlijk ook weer helemaal terug naar die oorsprong. Kijk, wat zijn er de dingen waar we ons aan hechten? En vroeger was dat die groep waarmee je moest overleven? Of was dat familie, wat je bloedverwanten waren? Het is toch je neef, het is toch je oom of je tante? En tegenwoordig worden die groepen, die identificeren zich op een hele andere manier. Omdat je de sociale media hebt, voel je nu dat je tot een heel ander soort groep kunt gaan behoren of voel je daar veel meer mee verbonden. En natuurlijk heb je een groep die zich enorm verbonden voelen met Rotterdam. Maar als ik heel eerlijk ben voor mezelf, voel ik me veel meer verbonden met de ontwikkeling, de vibe, de mensen die erin zijn, de ontwikkeling van de stad aan zich. Dat het nou zo heel specifiek Rotterdam is. Diezelfde vibe heb ik gevoeld in Shanghai bijvoorbeeld, waar ik in het verleden vaak ben geweest. Zeker. Daar was ook een hele periode geweest van een enorme ontwikkeling. Heel, super boeiend. Ja. Ik voelde me daar goed. En het is gewoon super leuk om te roepen, ik ben een Rotterdammer of ik ben Feyenoorder. En er komen in het stadion bij Feyenoord mensen uit Dokkum. Is dat leuk om dat te roepen? Nee, maar dat is een hele andere discussie. Omdat ik ben Feyenoord, dat lijkt me helemaal niet leuk. Maar vroeger had je natuurlijk dat je kon jezelf scharen achter een vaandel of een volkslied. Ik noem dan nu Feyenoord, omdat voor mij is dat een voorbeeld van zo'n groep.
Maar voor andere mensen is dat misschien wel, zit dat in een hele andere hoek. Hè? De LHBT-groep en dergelijke, die voelen zich nu ook veel meer verbonden. Als treintjesverzamelaars, je hebt zoveel groepen. Exact. En dat je stad. Wat ik wil weten is, je hebt net natuurlijk, dat is een ingrijpend verhaal, een ingrijpende gebeurtenis in je leven meegemaakt. Je zegt, ja, die heeft ook degelijk invloed gehad op mijn werkzame leven, ook op jouw kijk op de architectuur. Maar zoals je nu hierover praat, over deze ommekeer, de onthechting, daar gaat het eigenlijk om. Dat is volkomen nieuw, dat heb je daarvoor niet bedacht. Nee. Nee. Nee, ja, nu kun je... Toen hechtte je aan spullen eigenlijk. Dat was je heel materialistisch ingesteld. Nou, kijk, die niet gehecht zijn aan spullen. Dat is natuurlijk iets wat met de huidige generatie veel nadrukkelijker naar voren aan het komen. En ze veel zichtbaarder wordt. En als je kijkt, als je nu mensen vraagt van nou, zou je een auto willen bezitten? Dus zeg maar, in jouw en mijn tijd was dat misschien toch een soort van statussymbool of een bewijs van succes. Ik heb het altijd gelul gevonden, maar ik ben met je eens, het is waar. Heel veel mensen vonden dat en ik denk nog steeds trouwens, maar dat is wel aan het verschuiven. Ja, en een vrijheid. Ik kan me verplaatsen, ik ben mobiel, ik kan overal naartoe waar ik wil, et cetera. Uiteindelijk blijkt in de praktijk dat die auto helemaal niet zo vaak wordt gebruikt. Ik geloof maximaal 1 uur per dag en van dat uur staat die geloof ik 20 minuten nog stil. Hè, het was de heilige koe, hè? Even terug naar het kabinet en uil. Hebben we nog net meegemaakt, als kleine jongen volgens mij. Hoe oud ben jij, Ron? Ik ben 52. Ja, zie je wel, ja. Nou, nog net. En dan weet je gewoon dat er inderdaad in die tijd de heilige koe, elke arbeider een auto. En dat is, we leven nu in andere tijden. Ja, nou ja, en waar ik zeg maar wat kritischer op ben geworden, of misschien niet kritisch op ben geworden, maar waar ik nu meer naar kijk, is natuurlijk dat de politieke invloed op dat soort zaken. Er waren belangen, en ook zakelijk belangen, om iedereen die auto te krijgen. Hè? Olie, inkomsten enzovoort. En ik heb het, ik ben van mening dat er nu nog steeds diezelfde belangen spelen om mensen in woningen te krijgen. Hè? Als je gewoon kijkt naar de ontwikkeling op de geldmarkt, de rente is laag. En wie hebben er nou belang bij? Wie hebben er nou echt belang bij dat we straks allemaal weer heel veel woningen gaan bouwen? Dat zijn bouwers, ontwikkelaars, beleggers. Maar dat is zo'n dun, fragiel iets, dat als maar even de rente gaat stijgen. Kijk naar exact dezelfde situatie die we hadden in voor 2008. Alle indicatoren zijn volstrekt hetzelfde als nu. En als je dan kijkt, wie hebben er nu belang bij om te roepen, er moeten veel meer woningen en er is enorme schaarste en noem het allemaal maar op. Dan is dat, zeg maar, puur economisch commercieel gezien wel logisch dat ze dat roepen. Maar ik vind het een beetje een soort, whack the dog. Afleiden van waar het echt om gaat. En waar het echt om gaat zijn dat, ik denk, veel sneller dan we zouden durven denken. Er helemaal niet meer zo'n behoefte is aan al die woningen van al die mensen die dan allemaal in die steden willen blijven. Natuurlijk willen in de steden blijven. Maar wat krijg je dan van mijn begrip? Hè? Zijn er dan mensen die 2 jaar hier wonen, dan 2 jaar daar wonen, 4 jaar daar werken? Of werken en wonen gaan dan vaak samen natuurlijk. Maar dat hoeft ook niet op een vaste plek te zijn. Je kunt overal vandaan werken. Dat zie ik wel om me heen ook gebeuren. Mensen die gewoon vanuit bijvoorbeeld vanuit Portugal een stukje stikken. Of een podcastjes maken. Dat kan. Ja. Zeker. Nou ja, dat is een voorbeeld. Ja, ik zit nu ook in Leiden, terwijl ik Amsterdam woon. Weet je? Dat, ja, hoe is het mogelijk? Hè? Ja, nou ja, gedacht uit die stad weg te gaan. Dus ja, dat gebeurt ook. Nou ja, en het is misschien zelfs onzin dat we hier samen aan tafel zitten. Ik denk dat dat nog wel belangrijk is. Ik denk dat de essentie van het mens zijn nog steeds is verbondenheid en voelen en emotie kunnen voelen en waarnemen. Ja. Maar in theorie hadden we dit ook via Skype kunnen doen. Maar precies wat jij schetst, dan is je van het niet meer per se op een bepaalde plek hoeven te werken of je werk te doen. Datzelfde geldt in mijn optiek voor het wonen. Dat heeft heel veel te maken met mobiliteit en de wijze waarop we ons land inrichten. Want een hele belangrijke reden voor heel veel mensen om bijvoorbeeld in de grote steden met name nu te zeggen van nou, ik heb geen auto meer nodig, is dat er heel veel alternatieven zijn. Ik heb geloof ik wel 5 apps op mijn telefoon. Ik kan scooters huren, ik kan elektrische autootjes huren enzovoort. Ik kom op een niveau dat het onzin is om een auto te hebben. Maar dan gaat het over de mogelijke scenario's van de toekomst van de stad. En die worden behoorlijk uitgetekend. En dan gaat het wel die kant op natuurlijk. Hè? Duurzaamheid valt natuurlijk ook hier weer voortdurend. Kan ook niet anders. Ja. Maar dan moet het wel kloppen ook. Dan moet je bijvoorbeeld uit de trein kunnen stappen en meteen weten. Kan hier op de fiets stappen. Dan moet die aansluiten. Moet ook in orde zijn. En als dat allemaal waar is en goed is, dan ben je denk ik bereid. Zelfs de notoire autoliefhebber is dan bereid om die auto even in de stad aan de kant te zetten. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Dat klopt. Dat klopt helemaal wat je zegt. Alleen als je nu naar de wat grotere steden kijkt waar dat al gebeurt. Hè, dus waar je Utrecht, ook, Amsterdam. Utrecht, Amsterdam, maar in Rotterdam natuurlijk ook. En dan bedoel ik meer de kansen die je hebt om je te verplaatsen. En als ik gewoon Rotterdam als voorbeeld neem.
In relatie tot bijvoorbeeld Amsterdam is nu door het hele eenvoudige, maar hoge snelheidsverbinding, in 25 minuten ben je van Rotterdam naar Amsterdam. En wij denken dan, nou, dat is fijn, dan ben je snel op het vliegveld. Maar wat je vervolgens ziet gebeuren, is dat plots voor mensen die in Amsterdam werken en het moeilijk vinden om daar woonruimte te vinden, dat ze Rotterdam als alternatief gaan zien om te kunnen wonen. Ja. Alleen maar door die goede verbinding. Dus ik denk dat met name die mobiliteit en hoe dat wordt ingericht ervoor zal gaan zorgen dat het dadelijk heel logisch wordt. Dat je niet, echt natuurlijk wonen altijd mensen in het centrum van de stad, maar dan gaan ook mensen wat verder van die stad vandaan wonen. Wij hebben met ons bedrijf kantoor in Rotterdam en in Antwerpen bijvoorbeeld. Ik heb al 2 jaar lang niet meer de auto naar Antwerpen genomen, want ik stap bij ons op de trein. Goede verbinding, ben zo in Antwerpen. Daar met een pasje op mijn fiets naar kantoor. Waarom zou ik het anders gaan doen? Maar dat is nog. Ja, als je gericht bent aan je auto en als je mensen aanneemt, kun je ook in je aannamebeleid kun je ook zeggen. Ik ken mensen die zeggen: ik vind het een belangrijke vraag. Wil je wel of geen leaseauto? Als je er erg aan gericht bent, ook al vind ik je goed, dan neem ik je toch niet aan. Dan neem ik toch een ander. Ga jij ook zo ver of niet? Ja, absoluut. Ja, Als ik een enorme topper ben, jij wil mij per se jouw bedrijf hebben, alleen ik ben wel gehecht aan mijn leaseauto, zeg je toch nee tegen mij? Nou, dat is dan eigenlijk wat je nu schetst, is van hoever ga je in je bereidheid om breed te dragen aan een beter milieu, een betere aarde, om het mee te zetten. En daarvan vind ik, dat moet iedereen doen op het niveau dat hij zelf kan. Ik heb een enorme hekel aan, als ik aan jou ga uitleggen wat jij moet gaan doen om dat te doen. Ah, gelukkig. En in dit geval zou ik, is dat een van de dingen die wij met ons bedrijf kunnen doen, van joh, luister. En letterlijk zo ligt de keuze echt voor. Van luister, je kunt bij ons komen werken. Maar dat bedoel ik al. Dan ben je geen dominee, want je wil mensen toch verleiden. Maar dan verleid je ze met andere dingen. En dan kun je zeggen, nou, wij zijn zo'n soort kantoor. Dat kun je natuurlijk aangeven. Ja, maar je gaat daardoor mensen ook wel weer maximaal faciliteren. Hè, want dat is natuurlijk de essentie om het zonder die auto te kunnen doen. Dus ze krijgen toegang tot al die voorzieningen zeg maar, die er al zijn. En lukt dat dan echt niet? Nou, dan kun je altijd nog zenden. Dan kun je een auto huren of met een Uber of iets dergelijks. Paul, ten aanzien van de mobiliteit, want dat is wel belangrijk. Kijk, je ziet dat nu ontstaan in die grote steden. Daar trekken veel mensen naar de steden toe. Daar is behoefte aan die voorzieningen. Wat ik zo interessant vind, is dat we kennelijk niet in staat zijn met elkaar te denken. Wat ik heel voor de hand liggend vind, is nu kan ik hier een Uber voor de deur laten komen. Ja. En die brengt mij naar het station en dan naar Rotterdam. Even een Uber te bellen. En daar zit een chauffeur in. Nou, ik ben er heilig van overtuigd, en met mij denk ik best veel mensen, dat ik binnen afzienbare tijd, als ik die Uber vraag, dan zit er geen chauffeur meer in. Dan zitten er misschien nog 2 andere mensen in een klein elektrisch autonoom wagentje. En dat brengt me naar het station en ik word naar Rotterdam gebracht en daar staat de volgende voor me klaar. Dat betekent enorm veel, zoiets simpels als dit, voor de infrastructuur in de stad, in de bereikbaarheid van de plek waar je wil wonen of werken. En het grappige is dat je nu nog merkt dat bijvoorbeeld, overheden hebben daar heel veel moeite mee om dat in hun beleid op te nemen. Dat die zeggen, ja, maar Ron, dat duurt nog wel 20 jaar. Oh, sorry, dat duurt nog wel 20 jaar. Dat mag best hoor. Ja, maar goed, het hoort erbij. Maar dat duurt nog wel 20 jaar. Maar 12 jaar geleden was het nog maar dat we de smartphone, Steve Jobs met zijn iPhone in zijn handen stond. En dat is... Mensen lijken heel snel te vergeten dat dat nog maar zo kort geleden was. Dat we de Tesla ook nog maar kort hebben, die elektrische auto's. Dus waar komt nou de gedachte vandaan dat het nu zo lang zou gaan duren? En ik denk dat de mens gewoon aan zich heel moeilijk in staat is om zich dat voor te stellen. Maar als en het ook niet prettig vindt. Hè? Mensen hebben toch veel mensen toch een ingebouwd iets om niet te willen veranderen. Wat heel jammer is, hè? Ja. We gaan dat allemaal anders doen. Dan schrikken ze zich helemaal rot als je zo'n bedrijf binnenkomt. Dat kan niet natuurlijk, maar je gaat er maar vanuit en gaat veel veranderen. Maar wat ga je dan precies zien? Want dat is natuurlijk leuk om zo'n beeld voor je te hebben. Als je dit beeld schetst, hoe ziet de stad van de toekomst er dan uit? Met al die nomaden die voortdurend van her naar der reizen. Nou ja, ik denk als je het tot Nederland zou beperken, dat misschien wordt het wel dat Nederland wordt een stad. En dat Nederland wordt een stad. En daar kun je nog over discussiëren hoe dicht dat is. Maar daar zijn nog net zo. Daar hebben we nog steeds de Veluwe en hebben we nog steeds gewoon een groen hart enzovoort. Dat soort plekken zijn er allemaal. Maar de plek waar je vestigt om te wonen is gewoon gerelateerd aan wat je op dat moment in jouw leven, waar je behoefte aan hebt. Ben je student of ben je starter, dan woon je dus in de stad, vind je daar je plek. Krijg je naam
verloop van tijd wat nog steeds gebeurt. Alleen wat later behoefte aan stichten van een gezin. En ik wil een rijtjeshuis met prima. Dan vind je die andere plek. Alleen die plek is veel makkelijker te bereiken. Zoals het vroeger was van ik werk in Den Haag of in Rotterdam en ik ga in Zoetermeer wonen. Mm-hmm. Krijgen we straks een situatie dat je werkt in Amsterdam. En je kunt prima in Groningen wonen of in Almelo wonen. Ja. Omdat we dadelijk met de mobiliteit, die verbindingen zijn gewoon veel beter, veel sneller. Als ik in 20 minuten van Almelo in Amsterdam kan zijn, dan wordt dat plotseling een plek waar ik prima kan gaan wonen. En nee, die verandering zie ik. Maar ik bedoel ook nog een andere verandering. Namelijk, die jij in het begin van dit gesprek aangaf. Als je denkt, ik ben niet meer zo gehecht aan mijn kantoor. Dan ben ik ook niet meer zo gehecht aan mijn woning. Dan kan ik besluiten om 3 jaar in Duitsland te gaan wonen. Ja. Om 4 jaar in Frankrijk te gaan wonen. En dan weer 2 jaar in Antwerpen. En dan weer 3 jaar in Rotterdam. Ja. Is dat voor een kleine groep weggelegd? Of denk je dat dit voor, laten we zeggen, nieuwe generatie een serieus perspectief is? Als ik heel eerlijk ben, maar dan klink ik meteen als een soort misschien visionair of zo, dat weet ik niet. Ja, maar graag. Ik denk dat dat is waar we naartoe gaan. Ik denk dat straks, nu hebben we nog, we zijn denk ik allebei Nederlander of zo. Of je hebt het over gehad, je bent Rotterdammer. Ja, of, je weet het nooit, maar ja, zeker. Maar dat hele specifieke, die nationaliteiten, zelfs dat is al aan het vervagen. Natuurlijk hebben we iets nodig om een bepaald soort houvast voor identiteit aan te hebben. Maar of ik nou in Nederland of in Duitsland of in Engeland woon of werk enzovoort, dat maakt niet meer zo heel veel uit. We communiceren veel gemakkelijker met elkaar. We verplaatsen ons veel gemakkelijker. Dus ja, waarvoor zou ik nog moeten zeggen, ik doe dat in Nederland. Natuurlijk kun je dat... Maar je zegt niet voor niks, je wil je wel ergens aan hechten natuurlijk. Dat zijn precies, dat is de andere kant van de medaille van de globalisering ook vaak hier bij ons op dit kanaal natuurlijk aangegeven. Je wil wel ergens je identiteit aan ontlenen. Je wil ergens gehecht raken. Je wil enige zekerheid hebben. Je ziet er niet voor niets allerlei afscheidingsbewegingen ook van kleine overzichtelijke gemeenschappen. Friesland wil zich afscheiden, Catalonië. Je kunt ook zeggen, ja, doe maar. Als je dat is ook prettig, als je daar goed bij voelt. Ja, ja, ik denk dat dat heel goed is om die ontwikkeling toe te staan. Het zal ook gewoon gebeuren. Want we doen nu net alsof we het vormen van bepaalde groepen met interesses of met behoeften en dergelijke, alsof we dat bij de grenzen van onze landen kunnen stoppen. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. En dat zul je ook gaan zien in... mensen gaan gewoon op zoek, en dan kom je weer bij die homo sapiens terecht, naar die plek waar ze op dat moment en behoefte aan hebben en waar voor hen de voorzieningen zijn, heel specifiek. En daar zijn ze voor zolang als dat die plek in die behoefte voorziet. Komt er een andere behoefte of die plek kan er niet meer zijn, dan verplaats je. En eigenlijk zie je dat nu bijvoorbeeld al gebeuren met de kantoren. We hebben overal ontstaan flexkantoren. Dus bij far de snelst groeiende tak binnen de gebouwde omgeving. Flexkantoren. Ik geloof dat we in Nederland al tussen de 60 en 70 brands hebben met flexkantoren. En tot mijn stomme verbazing, aanvankelijk, en nu kijk je er wat anders tegen, maar tot mijn stomme verbazing, zeker in het begin, werkt dat? Ja. Het zit er ramvol. Je ziet vanaf 7:00 zie je mensen daar zitten werken in een koffieshop-achtige omgeving. Werken omdat ze het prettig vinden. En omdat ze daar op dat moment de voorzieningen en de mensen kunnen vinden waar ze behoefte aan hebben. Maar daar moet je als architect van de toekomst dus ook over nadenken. Ook met je plannen die je maakt. En dat geldt ook voor wonen. Hoe gaat wonen? Hoe zie je dan, flexwoningen? Ik denk dus dat integraal aan die ontwikkeling die je ziet bij kantoren. Flexwoningen, dat gaat het woord van de toekomst worden. Flexwoningen. Ja, over 10 jaar wonen we allemaal in een flexwoning. Nee, ja, over 10 jaar hebben we... 10 jaar is dan wel weer iets kort voor deze ontwikkeling. Ja. Maar de mensen die dadelijk geen woning meer bezitten, die zijn al geboren. Ik denk dat we dat wel, dat ik dat wel durf te zeggen. Maar hoe leven die mensen dan die geen woning bezitten? Die slapen de ene avond... Om heel even die analogie vast te houden met die flexkantoren. Je doet je werk op de plek waar je op dat moment vindt dat je dat daar het beste kunt doen. En na verloop van tijd, dat zie je ook. Je bent erop uitgekeken of de mensen die er komen zijn niet meer zo leuk. Of de koffie is niet meer lekker. Dat maakt niet zoveel uit. Dan ga je naar een andere plek waar andere mensen zijn. En waar die plek is. Maar dan ga je dus verhuizen. Maar die verhuizingen die gaan ook heel soepel natuurlijk. Want je hoeft niks mee te nemen. Of neem je elke keer wel je spullen mee. Want dan heb je, kijk, mensen zijn onthecht. Dus je hebt wel geen spullen nodig. Dan ga je steeds in een andere inrichting ook wonen.
Nee, ik denk dat precies net zoals die kantoren, die flexkantoren, ja, je zei net flexwoning, maar zoals die flexkantoren, die zijn natuurlijk, die zijn al met de basisvoorzieningen ingericht. Dus daar kun je komen en daar zijn internetvoorzieningen, je kunt er gaan zitten. Dus de basisvoorzieningen zijn er. En dat waar je aan gehecht bent, dat zit in die laptop of op die telefoon, dat heb je bij je. Dus niet meer in het leuke bankstelletje, mooie vloerkleedje. Nou, dat is er waarschijnlijk wel. Die zuinruimte, ja, maar helemaal naar jouw smaak zelf ingericht zoals jij wil. En ook mensen die toch, dat is mijn tapijtje. Dat gaat voorbij. Ja, het zal altijd blijven, maar voor het geldsgedeelte gaat dat voorbij. Want ik denk je het veel meer moet zien dan, als dat wat makkelijk is voor de voorstelling, vergelijk het met gewoon een Airbnb. Ik weet niet of je daar wel eens gebruik van hebt gemaakt, maar waarschijnlijk heb je het ook bij Booking.com gedaan met hotels. Uiteindelijk kijk je toch van, voldoet dit ook aan waar ik behoefte aan heb? En voor mijn geld, ik ben ontwerper, ik vind het ook belangrijk dat mijn ogen ook een beetje vakantie hebben. Dus dat als ik ergens ben, dat ik me niet kapot zit te ergeren aan allerlei snuisterijen enzovoort. Dat ik daar ben, dat ik denk, dat is echt een hele mooie kast of wat een fijn bed. Ja, nee, dat snap ik. Nou ja, zeker. Maar zo kan ik dus verschillende, mijn woonplek vinden. In verschillende interieuren woon je dan, die je niet helemaal zelf op uitgezocht, maar die wel helemaal in jouw richting zitten, jouw smaakrichting zitten. Dan kan dat. Ja. Dat zet de maatschappij behoorlijk op zijn kop. Heb je alle keten, alle groepen in de keten, zoals het hele lelijkheid, moeten dan mee. Hè? Ja. Heb je dit verhaal eens geopperd aan, bij gemeentes, bij de vastgoedmannen en vrouwen? Ja, maar dan... Hoe reageer je die dan? Nou ja, conservatief, dat is natuurlijk het probleem een beetje. Hè? Zeg, wat is er gebeurd nadat je hart is stilgestaan? Want je gaat gekke dingen roepen. Ja, ze moeten nog een keer doen, even in het centrum. Het is ook heel moeilijk en het is fijn om ook nu zo daarover te kunnen spreken. Maar het is voor heel veel mensen moeilijk voorstelbaar. En dat begrijp ik dan niet, want probeer je die discussie uit te leggen. Ik probeer nog eens even terug te kijken naar die afgelopen 12 jaar. Het moment dat er nog geen iPhone of smartphone was, wat er allemaal is gebeurd. Waarom is dat dan onvoorstelbaar, wat er nog voor ons ligt? En het andere is natuurlijk een soort onzekerheid. En die onzekerheid gaat met name om... wat betekent dat dan voor mij als persoon? Tuurlijk. Onzeker. Wat betekent het voor mijn onderneming? Wat betekent het voor die ontwikkelaar of die aannemer die nu zijn geld verdient met het bouwen van huis? Wat betekent het voor mij? Ik ben gehecht bijvoorbeeld aan... dat ben ik niet, maar stel, ik wil mijn vloertje en ik wil naar mijn vloerenboertje toe. En die doet het altijd zo goed. En ik heb tijd voor een nieuwe vloer en is mijn vloer niet meer. Kom op, Ron, waar ben je bezig? En maar goed, dat soort gedachten kunnen natuurlijk door je hoofd gaan spelen. Ja, maar het interessante is dat jij bent helemaal niet zo gehecht aan die vloer. Nee. Want alleen dat denk ik dan. Dat denk je dan, ja. En het maar zijn bepaalde andere aspecten. Ga jij mij vertellen dat ik niet weet of ik gehecht ben aan mijn vloer? Nou, maar even serieus. Nee, maar daar kom je achter. Want je komt erachter dat als je dan toch die stap neemt... Hè, en dat is natuurlijk een ontwikkeling die wel even gaat duren... En je komt in een andere ruimte waar diezelfde sfeer, datzelfde gevoel is als wat jij had op die plek. Dan merk je dat het niet zozeer ging om die vloer waar je zo aangehecht was. Maar de combinatie van factoren, dit gaf jou een gevoel van rijkdom of het gaf je een gevoel van warmte. En dat is dat, ja, daar schieten we heel erg in andere hoeken. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij programma's waar mensen hun huis worden veranderd. En dan gaan ze weg, komen ze terug. Dan zie je denk ik heel goed bij een geïllustreerd hoe beperkt gehecht mensen maar echt zijn. Want al die dingen die op dat moment in hun huis staan, daar waren ze natuurlijk enorm aan gehecht. En er komt bijna niets van terug. En het is compleet anders. Zeggen ze daarna, fantastisch, dit is wat we altijd hadden willen hebben. Ja, dat is waar. En dat is normaal. Dat is niet, maar dat, zo zitten mensen eenmaal in elkaar. En dat maakt het moeilijk. Ja, toch, de hele keten gaat op zijn kop. Onzekerheden brengt de mensen mee, begrijp ik ook allemaal. Daar zullen mensen langzamerhand aan moeten gaan wennen. Maar je denkt, onherroepelijk gaat die kant op. Dan kun je er maar beter vast aan gaan wennen. Kun je beter vast daar zoveel mogelijk discussies over beleggen. Voor de duidelijkheid, hè, dat mensen weten, we zitten hier wel met een hele serieuze, grote, belangrijke architect te praten. Even een paar dingen uit het verleden noemen die jij gedaan hebt. ASML-gebouw schiet mij altijd er binnen. Nou, dat is in het verleden, ja. Ik heb dan in mijn carrière bij verschillende bedrijven gewerkt. Of als partner, of gewoon zoals ze in België volgens mij zeggen, als bediende. Wat ik dan weer zo heel mooi klassiek vind op de een of andere manier. Maar wij mochten toen met het bedrijf waar ik... Dat was een bedrijf in Eindhoven. Hebben we onder andere voor ASML cleanrooms mogen maken. Nou, dat is super ingewikkelde high technologie. Tegelijkertijd mochten we werken aan projecten voor de Efteling. En eigenlijk gaat het dan niet eens zozeer om dat enorme grote verschil van die projecten. Maar wat natuurlijk fascinerend is, gewoon het hele proces bij de totstandkoming van die gebouwen.
En de enorme druk die er ligt op deadlines, op kwaliteit. En dan moet je maar met zo'n heel team. Dat is eigenlijk heel visionair. Hè? Je gaat nu met elkaar iets bedenken waarvan je hoopt. Of in ieder geval in ons geval er meestal van uitgaat. Dat het over een aantal jaren ook echt zo gaat functioneren. Maar ja, ik zeg het vooral ook. Hè, omdat jij natuurlijk even jou neerzette. Dus dat je die grote projecten gedaan hebt. De ASML, de Efteling, zei je. Ja, nou ja, bij het huidige bureau Konings RBM is het zo dat... dat is een bureau wat in Nederland misschien nog helemaal niet zo bekend is, maar in België zeer gerenommeerd. En in België liggen die structuren natuurlijk ook een beetje anders. Hè. Daar gaat het ook meer om ons kent ons, maar op een positieve manier, laat dat duidelijk zijn. Maar daar hebben we ook het paviljoen voor de Wereld Expo in Shanghai mogen maken. Ambassadewoning van de Nederlandse ambassadeur in België, om wat te noemen. Maar een van de belangrijkste of het makkelijkste uitleggen is het Atomium. Dat is volledig gerenoveerd door ons bureau. Een compleet nieuw bezoekerscentrum bijgemaakt. En ik weet niet of je het onlangs nog wel eens hebt gezien, maar het waren vroeger van die doffe bollen, noem ik het maar. Een beetje een soort mat aluminium. Ja. En nu staan ze er weer prachtig shiny bij te glimmen. Hij begint ook te glimmen, dus dat is een heel goed teken. Maar dat betekent net zoals de bollen. Maar je bent ik zeg het altijd maar even voor de duidelijkheid, een hele serieus te nemen architect van naam en faam. Maar je komt met dit soort ideeën, dan heb je dus ook wat te zeggen. Dan word je ook serieus genomen. En dan hoop je toch dat je meer, althans als je in jouw richting denkt, hoop je dat je een aantal mensen mee gaat krijgen. En ik wil vooral weten, gaat het ook echt die kant op? Gaan we echt hele andere steden zien? En ik denk het wel, hè? Nou, ik ben ervan overtuigd. Flexkantoren en flexwoningen, dat is echt gewoon de stad van de toekomst dus. Het is... Geen auto's? Het is een hele logische ontwikkeling. Geen vloerenboeren meer? Nou ja, die zullen allemaal nog wel bestaan, maar op een hele andere manier. Ze krijgen een hele andere rol in dit proces. Alleen wat het grappige is, hè, ik ben dan architect, ik kom uit die branche en ik heb net zoveel boter op mijn hoofd hoor. Ik bedoel, wij zijn het ook gewoon die woningen ook nog ontwerpen, want uiteindelijk moet ook brood op de plank, hè, want zo zit je dan in elkaar. En je probeert te doen wat je kunt doen om die verandering te brengen. Maar wij zijn van nature een hele traditionele beroepsgroep. Wij architecten hebben... Ik heb ze even op elkaar traditioneel. Dat is nog netjes uitgedrukt. Nee, elitair, arrogant, bedweterig. Het aangezicht van de woning is veel belangrijker, mevrouwtje, dan het uitzicht. Weet je, dat soort dingen. Ja, dat is heel vervelend natuurlijk. Is dat er een beetje aan het afgaan? Of hoort die combinatie nog steeds wel bij bepaalde architecten, denk je? Ja, het is er wel een beetje aan het afgaan. Zo wel. Ja, natuurlijk wel. En, met nieuwe generaties. En er zijn er een paar die nog steeds zo zijn. En dat wordt dan een beetje... dat is een beetje... Maar wie zijn er toch? Hebben we het dan over... Help me even. Ben van Berkel, Rim Koolhaas, Winnie Maas. Allemaal aardige collega's natuurlijk. Nee, maar goed. Ik denk dat heel veel van de namen die je noemt, maar ook buitenlandse architecten, die gebruiken dat natuurlijk ook als een soort tool. Marketing, onderscheidend vermogen. Hè? En dat kun je... je kunt je onderscheiden met inhoud en je kunt je onderscheiden met een hanenkam op je hoofd, bij wijze van spreken. Ja, als je je maar onderscheidt. En dat is een beetje natuurlijk wat er gebeurt. En ik vind dat van de namen die je noemt, met name binnen Nederland, zijn natuurlijk wel een aantal architecten die gewoon fantastische dingen hebben bedacht of neergezet. Of in ieder geval tot discussie hebben geleid. Hè? Want dat telt denk ik ook wel mee. Maar die verandering waar we het over hadden... Van de manier waarop we omgaan met onze gebouwde omgeving, die gaat niet van ons komen. Die gaat niet van de architecten komen. Die gaat niet van de aannemers komen, de ontwikkelaars komen. Dat kunnen wij niet. Van wie gaat het wel komen dan? Dat moet van buitenaf komen. En ik weet ook niet van wie. Maar wij zijn niet in staat... De politiek? De gemeente? Nee, nou ja... De Rijksoverheid? Ik denk niet dat die daartoe ook. Een nieuw deltaplan misschien wel, op dit gebied? Nou, Ik hou bewust eigenlijk open van, je weet niet waar het vandaan komt. Dat kan een innovatie zijn of een techniek zijn of een overtuiging zijn. Of misschien is het straks wel weer de nieuwe huizencrisis die plotseling ons gaat laten inzien dat al die hypotheken en ons in de schulden steken helemaal niet de oplossing is voor mijn toekomst. En ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld Uber en de taxibranche. Wij zijn gewoon de taxichauffeurs. Die bij elkaar zitten en bedenken, hoe gaan wij nou eens even disruptief zijn? Nou, en dan komen we echt niet verder dan een flesje water op de achterbank en een doosje tissues. Nee, en die disruptie komt dus van buitenaf. En dat geldt voor ons precies hetzelfde. Ja. Het is in die branche ook niet zo geweest, in de hotelbranche ook niet.
En het is misschien wachten op, wat zal dat dan zijn? Maar er is straks een aanleiding voor, waardoor het compleet anders wordt. En daar wordt het dus beter van. Hè? Laat dat... Nee, dat geloof ik onmiddellijk, zeker. Duidelijk zijn. Nogmaals, nee, natuurlijk, dat is duidelijk naar jouw verhaal, dat weet ik zeker. Alleen, je hebt veel internationaal gewerkt ook. Inderdaad, ja. In China, in India, in Rusland. Denk je dat het dan eerder uit die hoek gaat komen, uit die landen gaat komen, dan uit Nederland? Nou ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Laat ik het maar zo zeggen. Kijk, als je al, nou, China is dan het makkelijkste voorbeeld. Misschien de enorme verstedelijking die daar plaatsvindt. De omvang van de steden, daar lachen we soms om. Hè. Shanghai, dat heeft nog meer inwoners dan Nederland. Maar het is ook best groot in de oppervlakte. En eigenlijk, als je kijkt naar alle voorzieningen die daar zijn gecreëerd. Supergoede infrastructuur. Mensen kunnen zich ontzettend makkelijk verplaatsen met hele hoge snelheidstreinen die heel vaak rijden. Metrosystemen zijn supergoed. En dus die hele conglomeratie... Maar wel gehecht aan de eigen woningetje, toch of niet? Nee, heel weinig eigenlijk. Ja, zie je, maar dan is dat misschien dat is toch... een van die dingen. Maar wat wilde ik daarover zeggen? Over die... al die mensen bij elkaar, dan ben ik het heel even kwijt. Nou ja, dat je ziet dat China eigenlijk als voorbeeld kan dienen voor ons. Oh ja. Ze zitten allemaal bij elkaar. Maar kijk naar de technologische ontwikkelingen. En dat is natuurlijk iets wat sinds de smartphone aan de gang is. Daar is die hele ontwikkeling al oneindig veel verder dan wij. Wij zitten nog te handelsen met dat het nu een beetje komt dat je met je mobiele telefoon ook gaat betalen enzovoort. Daar is alles al met je mobiele telefoon. Je paspoort zit erin, je gebruikt er het openbaar vervoer mee, je betaalt ermee. Ja, geen privacyregels, het gaat allemaal veel makkelijker daar. Maar je hebt ook natuurlijk spooksteden, je hebt een heel andere constellatie, hoef ik helemaal niet uit te leggen. Je hebt ook als architect veel meer te maken met corruptie dan hier natuurlijk. Maar goed, daar kunnen we nog een ander interview over maken. Maar toch zou het dus daar, denk jij, vandaan kunnen komen. En dan gaan we dat op onze eigen manier, gaan we dat aanpassen. Nou ja, dan maar bij China blijven. Je noemt de spooksteden nu. We moeten denk ik leren van de dingen die we om ons heen zien gebeuren. En in tegenstelling tot vroeger kunnen we natuurlijk van de hele wereld op dit moment leren wat er gebeurt. En we moeten af, en dat zijn we gelukkig maar aan het doen, van de illusie. Dat wij het hier allemaal weten, hoe het moet en hoe het gaat. En dat is al lang niet meer zo. En in China zie je dus dingen die goed gaan. En dan heb ik het over de wijze waarop ze infrastructuur inrichten. Wijze van de verstedelijking. Eens die dingen misgaan, want die spooksteden, dat is eigenlijk, ik vind dat vergelijkbaar met wat er nu gebeurt, dat is allemaal gekomen door speculatie op de woningmarkt. Beleggers, in dit geval heel vaak privébeleggers, die allemaal woningjes wilden kopen, om die te kunnen verhuren aan mensen die nog niet de woningmarkt op konden. En zo zijn er dus in China complete spooksteden tot stand gekomen. Nou, dan denk ik van, ja, als we dat nou weten, we zien dat, en we roepen hier, we moeten nog veel meer woningen gaan bouwen enzovoort. Maar moeten we dan niet eens af en toe reflecteren? En dat mag ook zonder hartstilstand. Om te kijken van, zijn de dingen die we hier nu aan het doen zijn op die grote schaal wel de goede dingen die we aan het doen zijn? En ik denk van niet. Ik hoop jou hier vaker over te spreken, want het is interessant. Dit vind ik een interessante ontwikkeling ook om gewoon mee te blijven maken. Om er zoveel tijd er even op te reflecteren. Heel veel dingen zijn dus ook aan het veranderen. Die gaan nog veranderen. Kunnen we ook gewoon daar dan over hebben. Misschien af en toe oude stukjes uit dit interview naar voren halen. Kijken wat er gebeurd is. Maar één ding blijft onveranderd, namelijk jouw kleding. Je blijft de architect, de man in het zwart. Ja, dat is natuurlijk altijd, dat is me al mijn hele leven. Nou, dat is niet mijn hele leven. Dat is denk ik vanaf mijn 15e is dat dan het verhaal. Het is heel simpel. Vroeger kreeg ik kleedgeld. En in mijn herinnering kreeg ik dan vanaf mijn 15 kreeg ik 100 gulden per maand om al mijn kleren van te kopen. Sokken, onderbroeken enzovoort. En als ik echt iets niet heel erg leuk vond, was het wel winkelen. En ik kwam al snel tot de conclusie van, nou, als ik iets zwarts aantrek, dan is het wel oké. Je weet, gaat het wel goed. En pas toen ik bouwkunde ben gaan studeren in Delft, toen viel mij op van, en ik liep over mijn middelbare school liep ik al met een Ray-Ban bril die ik had laten, waar ik normaal gas in had laten zetten. Dus, maar dat was omdat ik een enorme fan was van Elvis Costello. Ja, die liep nou, met dat komt dus wel goed uit. Ja. En toen kwam ik op de Technische Hogeschool, weet ik naartoe nog. En toen dacht ik, hé, ik zie allemaal van die mensen in het zwart, zijn dit allemaal Elvis Costello fans of hoe zit dat? En toen kwam ik eigenlijk pas achter dat dat het uniform was van de architect. Ja. Ja, en nou ja, dan zit ik ook weer zo in elkaar van, heb ik even getwijfeld, word ik een soort shoot-shooters, hè? Dan ga ik alleen maar in knalgeel, oranje, groen en blauw lopen bij spreken.
En ik had gedacht, nee, ik blijf gewoon zo dicht mogelijk bij mezelf, authentiek. Dus ja. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En toevallig zien wij er allebei nu zo uit. En mensen ja. die alleen niet luisteren, maar alleen kijken, die zitten hier twee, Elvis Costello fans. Ze willen een beetje nadoen, ja. maar het is in ieder geval puur toeval. Ja. Ik dank je wel, Ron de Goeie, top architect. Dank je wel. Dank je.